Goeiedag. Ik ben Marijke. Hoe gaan we dat zien? Mevrouw Aurélie en meneer Antoine. Je wil Vadim. Ik ben uw bankier voor vandaag. Ik had wel een afspraak met meneer Boer. Monsieur Milenos, ne sera pas là aujourd'hui. Et en fait, je vais le remplacer, d'accord? Moeten we eerst iets hebben voor te drinken voor we beginnen? Kunt jij mij een keer twee waters en een frisdrank brengen, alsjeblieft? Dus, ik veronderstel, u bent jong, dus u heeft nog nooit een visa-kaart gehad. Tom, ik zie dat jij hier komt voor een renovatielening. Wel, ik zal het u eens uitleggen. Kijk, stel u voor. Dit is een doodnormaal echt huis. Dit is een visa-kaart. Ça, disons que c'est vos bonbons, votre argent, d'accord? Oui. En dit is een gewone bankkaart. Ça, c'est l'argent van mijn meilleure amie. Dus, jullie willen een nieuwe keuken. We halen de oude eruit, we steken er een nieuwe in. Laat ons zeggen dat het dan 15.000 euro kost. Bij de bankkaart, het gaat die klein stukjes eraf. Vous voulez donner de l'argent à votre meilleure amie? C'est que nous, en fait... On donne tout l'argent. Stel nu, jullie hebben dat allemaal in één keer betaald. En nu moeten jullie 5 jaar lang spaghetti zonder saus eten. Ik denk niet dat jullie dat lusten, hè? Bij een visa-kaart, dan gaat het in één keer van uw bankrekening op het eind van de maand. Chez d'autres banques, ils vont jamais manger de bonbons. Heb je daar nog vragen over? Nee, het is heel duidelijk. We gaan eens een simulatie maken. Alors voilà. Ici, tout est bien expliqué. Pourrais-je avoir votre passeport, s'il vous plaît? En de laatste woensdag ligt hij hier op de bureau. En u belooft mij dat? Ik beloof het. Au revoir. Bonne continuation. Bedankt. Ça va? Ja. Goeie keuken kiezen, hè? Ja. Dag. C'est pas grave.